Hiep, hiep, hoera! Nederland is weer een weblog rijker. Op torpedomagazine.nl komen journalistiek, literatuur en fotografie samen. En de kwaliteit van de medewerkers ligt er niet om. Hallo Tommy, hoe gaat het? Uitstekend, dankjewel. Waarom heb je voor Torpedo gekozen, Tommy? Ja, er zijn natuurlijk talloze blaadjes waaraan je kunt meewerken, maar ik vond de drie papieren exemplaren, of de drie papieren delen die van Torpedo zijn verschenen, vond ik zo mooi en zo belangwekkend en zo goed, dat ik hier dus ook een high hopes van heb. Nou, veel plezier in ieder geval en bedankt. Ja. Hallo Nico, hoe gaat het? Ik denk niet dat dat toekomst heeft. Tijdschriften op internet. Nee, dat werkt helemaal niet, jongen. Mensen kijken geen tijdschriften op internet. Dat is zo'n 6 jaar geleden. Wie heeft het verzonnen dan? Hallo Chris, hoe is het ermee? Hey Bram, dat is echt wel niet heel erg lang geleden, maar het is altijd te kort. Ja, zeker. Hey Chris, kun je een voorbeeld noemen van wat jij voor Torpedo wil gaan doen? Elke foto heeft een verhaal. En voor sommige fotografen, weet je, die hebben, en ik ook, foto's die zitten echt zo'n verhaal aan vast. En dat is heel erg leuk om dat te laten zien. Dat een fotograaf een foto uitkiest en daar iets over vertelt, die heel dierbaar is. Nou, oké, duidelijk. Okay. Bedankt in ieder geval. Doei. Doei. Hey Bram. Hoi. Nico. Ja. Hey. Nico, hallo. Hoi. Hey, hallo. Nico. Hey, waarom heb jij gekozen om voor Torpedo te gaan schrijven? Ik geloof heel erg in de toekomst van zeg maar, tijdschriften op internet. Dat is tot nu toe een beetje lullig aangepakt en ik verwacht hier nogal wat van. Oké. Oh, Nico, ik word door Celine gebeld, dus moet ik even nemen. Bedankt tot zover. Oké, doei. Hey Celine. Hey Bram. Hallo. Hey, wat ga jij voor Torpedo doen? Nou, ik ga namens Monkey TV ga ik filmpjes maken. Maar ik doe dit niet alleen, ik doe dit ook met... Nou, ik wil hier niet op. Oké, met Bram. Oh, wat hartstikke leuk, joh. Nou, bedankt, succes. Hè. Doei. Doei.